Ik vind de Vlaamse dichter Guido Gezelle moeilijk om in te delen. Hij is 19e eeuws, dichtte vaak over religieuze onderwerpen. Hij was pastoor, dus je zou bijna kunnen zeggen hij behoort tot de 19e eeuwse dominee-dichters. Maar dat is natuurlijk onterecht, want hij was geen dominee, hij was een pastoor. Hij was een katholiek en zeker geen protestantse dominee. Daar komt ook bij dat die dominee-dichters, dat toch een behoorlijk Hollandse aangelegenheid was. Dat waren allemaal ja, Noord-Nederlanders. En Guido Gezelle was duidelijk een Vlaming. Dus ja, waar hoort die man dan eigenlijk bij? Hoort hij misschien bij de Vlaamse beweging? Bij de Vlaamse zeg maar, onafhankelijkheidsbeweging? Of dat een soort van Vlaanderen ontwaakt om te denken, wauw, wij mogen er ook zijn. Wij hoeven ons niet te laten onderdrukken door de Fransen. Ja, daar kan hij ook bij horen. Maar tegelijkertijd was hij, omdat hij priester was, toch ook ja, behoorde hij tot het establishment. En hij had misschien heus wel wat rebelse trekjes her en der, maar een revolutionaire Vlaming, dat was hij dus ook in ieder geval niet. Behoorde hij dan tot de romantici, tot de romantische dichters met veel de aandacht voor natuur en dat soort dingen? Ja, daar hoort hij eigenlijk ook bij. Maar hij heeft toch aardig wat gedichten geschreven die wat bescheidener van aard zijn. Dus de echte romantici die zouden het veel groter aan moeten pakken in natuurbeschrijvingen met donders en bliksems en ja, weet ik, dat soort dingen. En dat doet hij dus ook niet. Hij zoekt het heel vaak, bij het kleinere, bij het religieuze. En hij ziet in het kleine van de natuur ziet hij dus de hand van God. Dus het is religieus, het is tegelijkertijd gaat over natuur. Daar zit een bepaalde romantiek bij, er zit een religieuze inslag bij. Het is ook heel erg Vlaams wat hij heeft geschreven. Dus het is van alles nog wat en dat maakt hem moeilijk in te delen. Hij vormt toch een soort categorie op zichzelf, die Guido Gezelle. En komt ook nog bij dat veel gedichten na zijn dood zijn gepubliceerd. Dus ja, wat moet je daar dan eigenlijk weer mee? Hij profileerde zich dus ook niet volledig als schrijver. Anders zou hij misschien wel al die gedichten bij leven gepubliceerd hebben. Dat is dus niet gebeurd. En een mooi voorbeeld daarvan, van dat typisch Vlaamse, romantische, religieuze, kleine ja, ding waar Gezelle bij hoort, dat is het Schrijverke. Dat is een bekendste gedicht. En het leuke is ook, dat is natuurlijk terug te zoeken, in, zie ik zo gauw een jaartal staan. In 1999 zijn een aantal van zijn gedichten in het Italiaans vertaald. Dus dat is ook alweer leuk, dat er blijkbaar Italianen zijn geweest die vonden, ja, dit past ook wel bij ons. Hè? En dan het Schrijverke, dat moet dan een beetje klinken. Ja, ik spreek geen Italiaans en in het Italiaans, het kleine beetje wat ik spreek, daar heb ik altijd moeite met de klemtoon leggen. Ik weet ook nooit waar die dus moet liggen. Dus, hè, Il Girino Nuotatore, of is het Il Girino Nuotatore? En hè, het Schrijverke. En in het Nederlands klinkt het dus als, o krinkelend, winkelende waterding, met het zwarte kabotseke aan. Wat zie ik toch ger op uw kopke flink al schrijven op het waterke gaan. Gij leeft en gij roert en gij loopt zo snel, al zie ik u nog arm, nog been, gij wendt en gij weet uw weg zo wel. O creatura dell'acqua che disegna cerchi angoli e porti un nero cappuccetto, quanto volentieri vedo la tua energica testolina che va sull'acqua e tanto scrive. Tu vivi, tu muovi, cammini svelto, benché io non veda né braccia né gambe. Nou, dat klinkt, denk ik, in het Italiaans ook heel erg leuk. Dat zou ik eigenlijk eens een keertje door een echt Italiaan voor moeten laten lezen. Dat klinkt heel leuk. En dat klinkt dus ook net zo leuk als in dat 19e eeuwse Vlaams. Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn? Verklaar het en zeg het mij toe. Wat zijt gij toch, blinkend knopke fijn, dat nimmer van het schrijven zijt moe. En het schrijvenke, dat is dus dat insectje dat dus over het water loopt, heel snel. Hè. Het is een krinkelend, winkelend waterding. En dat loopt, over, hè, loopt dus over, het schrijft als het ware op het water. En wat schrijft het eigenlijk? En daar komt dus het religieuze aspect, komt op het laatste komt dat heel erg naar voren. Hè, wij schrijven en
kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt gij toch zo bot? En dan komt dan de ontknoping. Wij schrijven, herschrijven en schrijven nog de heilige naam van God. God, het grote, de grote almachtige, laat zich ook zien in het hele kleine schrijverke dat op het water vlug iets aan het schrijven is wat je niet kunt lezen. Maar wat hij schrijft, dat is dus de naam van God. Ja, dat is toch eigenlijk wel prachtig gedaan. En nou nog een Italiaan zien te vinden die dat op een hele mooie manier weet voor te dragen.